Het is het najaar van 1680. Bij de 12-jarige Herman Boerhaven is een kwaadaardige zwier uitgebroken op zijn rechterdij. Voor zijn genezing stellen heelmeester en geneesheren hem bloot aan pijnlijke en onmenselijke kuren. Hieruit leerde Boerhaven dat de medische kennis ernstig tekortschiet. Hij besluit geneeskunde te gaan studeren. Wordt een onomstreden internationale autoriteit in dat vak, maar ook in de plantkunde en de chemie. In tegenstelling tot zijn collega's was hij vooral een man van de praktijk. Hij combineerde verschillende stromingen en ging niet alleen uit van de theorie. Zijn lijfspreuk is: de waarheid kenmerkt zich door eenvoud. Boerhaven heeft een groot deel van zijn tijd gewijd aan het geven van onderwijs. In het eerste deel van hun opleiding moesten studenten leren over wiskunde en mechanica. Daarna moesten studenten zelf kijken en ervaren. Er werd bijvoorbeeld lesgegeven aan het ziekbed en studenten moesten autopsie verrichten. Wat letterlijk betekent zelf kijken. Veel internationale studenten waren diep onder de indruk van deze methoden en namen ze over. Op deze manier verspreidde het systeem zich over Europa en kreeg Boerhaven de bijnaam leraar van heel Europa. De medische technologie maakt vanaf deze tijd een ware revolutie mee. Waaronder de uitvinding van de stethoscoop. De Van Leeuwenhoek microscoop. Lachgas. Vaccinatie. Röntgenapparatuur. Aspirine. Penicilline. De kunstnier. En MRI. Nieuwe technieken en medicijnen verlenen ons steeds meer informatie en mogelijkheden. Maar hierin schuilt ook het gevaar dat artsen te veel met de techniek en hun specialisme bezig zijn, waardoor ze te weinig afstand nemen om het totale ziektebeeld te bekijken. Kunnen we tegenwoordig, in ere van Boerhaven, ook weer zeggen: de waarheid kenmerkt zich door eenvoud?